Welkom bij de uitleg van hoofdstuk 2, paragraaf 8, Braziliaanse energiebronnen. We hebben al eerder gekeken naar Nederlandse energiebronnen, naar Franse energiebronnen. En bij deze paragraaf gaan we kijken naar Brazilië, een heel ander type land, dan Nederland of Frankrijk. En dat maakt het juist heel interessant om te kijken hoe zij hun vraag aanpakken. Nou, als we dan gaan kijken naar Brazilië in het algemeen, dan zien we dat Brazilië een opkomende economie is. Oftewel, een economie die aan het groeien is. Eentje die uh, van een soort achterstand komt, maar die in uh, kort tempo eigenlijk heel snel aan het groeien is. Die snelle groei zien we vooral tussen 2000 en 2010. He, met de economische crisis in 2008 zijn ook zij hard getroffen, um, is echt een achterstand gekomen. En dat proberen ze nu eigenlijk weer heel snel in te halen. Die groei die komt vooral doordat ze veel exporteren, veel grondstoffen. Brazilië is een groot land, en ze zijn rijk aan vele grondstoffen die eigenlijk de rest van de wereld heel graag wil hebben. Um, en dat exporteren ze en daar maken ze gebruik van. Dus waar ze eerst bijvoorbeeld meer op de landbouw gefocust waren, zijn ze nu meer op grondstoffen en maken uh, gaan focussen. Nou, waarom willen we dat eigenlijk weten? Waarom is dat belangrijk? Nou, doordat die focus meer ligt op die economische groei. Hè, ze komen van uh, armoede af. Er zijn nog steeds een groot gedeelte van die bevolking is arm. Uh, willen ze uh, economisch groeien. En ze zien om zich heen de rij, het rijke westen. Daar willen ze naartoe. Ze willen op, die, op dat level zitten. Nou, als je dan daarna gaat kijken, echt puur op economische groei. Uh, dan is duurzaamheid niet het fijnste om naar te kijken. Hè, want het kost meestal veel geld. Um, staat uh, economische groei ook wel eens in de weg. Hè, dus dat is niet waar hun focus op ligt. Nou, wat ik al zei, het land komt van armoede af, uh, waardoor dat geld ook niet eindeloos is. Waar Nederland zeg maar, subsidies kan geven en Frankrijk voor nieuwe initiatieven, voor bijvoorbeeld elektrisch rijden. Of, um, dat, dat kan bij Brazilië niet. Hè. Het geld uh, moet daar ook uitgegeven worden aan. Um, die arme bevolking om die uh, rond te laten komen, bijvoorbeeld. Nou, wat is dan die vraag van die energie in Brazilië? We zien dat die vraag heel erg stijgt. Wat we in Nederland zagen, is dat um, na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een enorme stijging was in die energiebehoeften. Eh, ook die enorme stijging in gas, bijvoorbeeld. Um, dat zien we nu in Brazilië eigenlijk een 20 jaar geleden. Um, die, door die economische groei zien we dat steeds meer mensen daar meer geld verdienen, meer dingen kunnen kopen. En meer dingen kunnen kopen. betekent dat je dat ook moet maken. Dus da dat kost energie. Maar ook die gekochte apparatuur. Die heeft ook energie nodig. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een televisie, wat je uiteindelijk kan kopen. Nou, daarnaast is er een goed anti-armoedebeleid. Maar ja, dat zorgt er dus voor dat die mensen ook gewoon steeds. Meer dingen uh, kunnen kopen en dat zorgt gewoon voor een groei uh, van industrieën. En doordat er steeds meer industrieën komen, steeds meer wordt gemaakt. En mensen die dat kunnen kopen, zorgen er eigenlijk voor dat, dat, uh, dat die industrieën constant moeten werken. Ja, en die industrieën die draaien niet op niks, die draaien op energie. Nou, uiteindelijk hebben we ook nog een bevolkingsgroei, dat wat in Europa een stuk minder is, of in sommige landen zelfs negatief, zien we dat in Brazilië echt nog heel erg groei is van die bevolking. Nou, hoe meer mensen dat je hebt, hoe meer mensen dat dingen willen, en dat kost gewoon allemaal energie. De voedsel maken kost energie, die mensen gas, water, licht geven, dat is allemaal energie. Hoe meer mensen dat je hebt, hoe meer energie dat je verbruikt. Nou, waar haalt um, Brazilië die energie dan vandaan? Ze hebben een paar fossiele energieopties. Hè, dat woord ken je al. Um, een daarvan is eigen olievelden. Die eigen olievelden zijn pas heel laat ontdekt. Um, en dat betekent dat vooral voor nu in principe de olievelden voor de export gelden. Wat heel erg prettig is voor hun staatsgas. Daarnaast hebben ze ook aardgasvelden... Um, en wordt er kernenergie, zoals je in het plaatje ziet, rondom Rio de Janeiro gebruikt? Waarom nou rondom die plek? Nou, dat is hartstikke dicht bevolkt daar. Dus dat is waar je die energie wil hebben en nodig hebt. Dus rond die uh, plekken ligt dat. Daarnaast hebben ze grote voorraden van uranium in de bodem. He, die uranium die is nodig voor die kernenergie. En dat kunnen ze dus uit eigen bodem halen, hoef je dus niet te importeren. Dus eigenlijk, uh, wat dat betreft, uh, zijn ze redelijk zelfstandig op gebied van fossiele energie. Nou, wat we zien is dat rond 1975, zorgt Brazilië eigenlijk een alternatief voor die aardolie. He. Aardolie importeren maakt je heel erg, of heel erg uh, afhankelijk van. Die aardolie landen. En dat wil je niet, althans dat wil je niet altijd. En Brazilië wilde dat toen niet, wisten toen nog niet dat ze hun eigen aardolievelden hadden. Dat hebben ze pas later ontdekt. Dus je bent op zoek naar een alternatief voor aardolie. Nou, een van die alternatieven waar ze bij terechtkwamen was waterkracht. 80% van die elektriciteit die wordt gebruikt in uh, Brazilië wordt. Opgewekt door middel van waterkracht. En je ziet in het plaatje hier links, zie je de Amazone rivier. Ja, dat is een van de grootste rivieren van de wereld. En allemaal die zijtakjes van die rivier zijn ook nog heel groot. En in die zijtakken is het echt ideaal om daar een waterkrachtcentrale te plaatsen. Dus wat dat betreft, uh, plusjes voor de duurzaamheid. Nou, daarnaast... De tweede manier om van die aardolieafhankelijkheid af te komen, zijn biobrandstoffen. Wat we zagen bij waterkrachtcentrales, dat is elektriciteit. Dat is echt om je lamp in de woonkamer aan te zetten. Nou, ik tank mijn lampjes niet met benzine. Nee, dat doen we met auto's. Dus auto's waren in die tijd ook nog niet elektrisch. Dus dan gaan we kijken, hoe kunnen we die benzine dus veranderen? Nou, die benzine die wordt gemaakt uit biobrandstoffen of bioethanol. Die benzine die ze dus tanken, die wordt eigenlijk gemaakt uit suikerriet of uit mais. Die suikerriet of mais, um, wat je normaal gesproken zou gebruiken om suiker te maken of mais om uh, tortillas of wat eten ze daar, ik heb geen idee, uh, te maken. Die gebruik je nu, uh, die oogstje, zoals je dat normaal doet. Alleen die laat je uh, filtreren, en die laat je een soort van uh, maak je een speciaal soort alcohol van. Niet eentje die lekker is om te drinken, dus doe dat vooral niet. Um, maar als je, dat, uh, als je die alcohol samenvoegt met gas, zorg je eigenlijk voor dat je een soort van biogas hebt waarop je auto kan rijden. Uh, geen Nederlandse auto's. Die auto's zijn speciaal gemaakt. Uh, speciale motoren of in ieder geval tanks, uh, waardoor dat je uh, die auto daarop kan rijden. En dus in Brazilië zie je heel veel auto's die speciale biobrandstof kunnen rijden. Die ze dus zelf produceren um, door mais en door uh, suikerbiet. Nou, een nadeel daarvan heeft een artiest proberen vast te leggen aan de hand van deze cartoon. En cartoons zijn heel belangrijk, uh, die komen heel vaak terug op je eindexamen. Dus vandaar dat we ermee oefenen. Wat je dus ziet in deze cartoon is: je moet goed kijken van wat zie je en wat. Probeert iemand duidelijk te maken. Een cartoon is meestal heel erg uh, kaal. En juist die belangrijke dingen zijn er uitgelegd. Dus wat probeert die persoon hier um, eruit te halen? Nou, dan zie je hier dat deze man, die staat zijn auto te tanken, waarin staat Go Green. Dus die probeert, zeg maar, op een soort van milieubewuste manier zijn auto te tanken. Nou, die tankt hem met bioethanol, Pure corn, dus daar staat gewoon uh, maïs uh, Dingetje bij met bio-ethanol. Dus zijn, wat in zijn auto komt, is eigenlijk wat het plaatje zegt: uh, mais. Hij zit zijn auto te tanken met mais. Dan zien we hier deze twee mensen. Die zien er een beetje zielig uit. En deze man die uh, komt met een kommetje. En wat die man daar dan tegen zegt, is: Sorry, ik ben druk met het redden van de planeet. Dus die mensen die bedelen daar. En in principe bedelen ze niet direct voor geld, maar meer voor die mais. En je ziet dat hele dunne mensjes zijn met dunne armpjes, dus die hebben honger. Dat is, dat is het idee. Ze hebben honger en ze willen eten. Maar die man zit eigenlijk die mais wat eten is in die auto te doen uh, en te zeggen van ja jongens sorry, maar ik ben op deze manier ben ik de planeet aan het redden, terwijl dat hij die mensen laat verhongeren. Dus hierin zie je eigenlijk twee strijden. Dus willen wij ons milieu verbeteren? Maar daarvoor offeren we eten op. Terwijl dat er nog steeds mensen op de wereld zijn die honger hebben. Dus een beetje tegenstrijdig. Dat is wat de artiest hier duidelijk wil maken. Nou, dan kijken we bij het tweede plaatje. Is opnieuw hier die maisvelden. Hè, met de boer. Die hier een ja, soort van uh, blikje met een slangetje. Hè, wat je ook in je auto zou kunnen doen om te tanken. En hier zo'n zielig kindje. Ook weer met een schaaltje, een schaaltje waar je uit kan eten. En die zegt: uh, Nee, maar ik uh, kan je wel uh, bioethanol uh, geven. Dus dat jongetje heeft misschien gevraagd: Meneer, heeft u wat te eten voor mij? En dan zegt die man: Nee, maar wat ik je wel kan geven is, uh, is een liter bioethanol. Nou ja, dat kan je niet eten. Maar het wordt wel gemaakt van voedsel. En dat is het idee van: hè, we pakken eigenlijk eten af. Uh, voor, voor onze auto. Dus wat vinden we nou belangrijker? Vinden we onze auto belangrijker of vinden wij uh, eten belangrijker? Uh, dus dat is wat cartoonisten proberen uit te leggen. Uh, kijk ook of je dat zelf kan herkennen in plaatjes. Nou, dat was uh, paragraaf 8 bij deze.